Goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is voor mij vandaag donderdag. Ik heb 3 dagen stage gehad. Best 3 drukke dagen stage. Maar goed, ik ben inmiddels aangekleed. Ik heb een zwart t-shirt aan. Dit warme wollige vest. Zwarte broek. En misschien dat je het nog niet goed kan zien. Ik zal even dit licht aanzetten. Ik heb bruine lange laarzen. Deze laarzen heb ik echt 2 jaar geleden gekocht of zo. Nooit aangehad bij de Primark gekocht. Nooit aangehad. Vandaag dacht ik, ga ze lekker aan doen. Maar wat ik heel erg merk is, omdat het een blokhak is, heb ik een soort van, ik loop als een soort platvoeten. Maar goed, dan moet ik gewoon op letten vandaag. Wordt leuk vandaag. Ik heb vandaag 4 uurtjes school. Van 9:30 tot 2:45. Er zit ook nog even wat pauze tussen. Daarna ga ik samen met Chantal sowieso of naartoe. Ze kan meegaan, weet ik nog niet. Gaan we naar de stad, want ik ga vandaag mijn kerstjurk gala kopen. Mijn kerstgala jurk. Dat ga ik dus doen vandaag. Ik heb vandaag een nieuw jas aan, die zal ik zo laten zien als ik buiten loop. Het is gewoon een hele simpele jas met 1 drukker die zo dicht gaat en de rest dat hangt een beetje open. Je zou zeggen een beetje koud. Misschien ook wel, misschien ook niet. Het is hoe je het een beetje bekijkt. Maar goed, in ieder geval... We gaan naar school. Wat we vandaag ook gaan doen is loodjes trekken. Chantal, als je naartoe gaat. En ik ga vandaag loodjes trekken. We gaan namelijk een cadeautje doen voor kerst. Het waarde van 20 euro per persoon. Dus ik ben benieuwd wie ik trek vandaag. En dat ga ik natuurlijk niet vertellen. Ik ga wel filmen als we loodjes gaan trekken. Maar ik ga niet vertellen wie ik trek. Want geheid dat ze dit kijken... En anders kan ik de video niet online zetten. Dus ik hou het voor mezelf. Maar uiteindelijk ga ik jullie natuurlijk wel laten zien wat ik heb gekocht. En wie ik heb getrokken. Als het allemaal een beetje veilig is. Maar goed, het is bijna tijd. Het is 9:50. Ik ga naar Vijfsluizen, want Chantal haar bus is vertraagd. Dus ik ga haar daar opwachten. En dan gaan we met z'n tweeën vanaf Vijfsluizen naar het centrum. Dan pakken we de bus naar school. En dan zitten we op school. En wat we vandaag gaan doen, ik heb geen idee. Ik heb een uurtje... keuzedeel, daarna heb ik 2 uurtjes project. Dan moet ik gaan werken aan mijn PowerPoint, maar die is al af. Maar dat ga ik natuurlijk nog niet tegen de docent zeggen, want anders dan krijgen we in één keer ander werk. En daarna heb ik 2 uur praktijk. Dus ik ben heel benieuwd. Het is lang geleden dat ik praktijk heb gehad. We hebben een hele strikte planning met dingen wanneer we wat moeten aftoetsen, want ik mis nogal een paar dingen door enige docenten die nu niet meer op school zitten, die in één keer niks wilden aftekenen. Dus dat betekent dat ik dat opnieuw moet doen. Het is wel een heel gedoe weer, maar goed, ik heb het even over. Ik oefen daarentegen wel vaker. En dan hoop ik ook dat ik het minder vaak in de praktijk hoef te oefenen, zodat ik het gewoon snel kan aftoetsen. Goed, dat was even een korte en leuke inlichting van de afgelopen week en van de komende dag. Ik ga jullie lekker meenemen, dus ik zou zeggen, let's go! Oh, goed, het is best koud. Daarom heb ik ook lekker een dikke sjaal om. En mijn nieuwe jas. Ik ben serieus, een maat 50 of 52, maar hij zit echt prima. Hij valt iets over mijn schouders heen. Mijn schoenen piepen trouwens. Mijn voeten glijden een beetje in die laarzen. Maar goed, geeft niks. Ik loop alleen een beetje ijzig vandaag. Maar goed. Dit is dus mijn jas. Ik heb deze flap naar binnen gestoken. Zodat het nog een beetje warm is. Maar goed. In ieder geval... Op naar school. Ik kon me alleen niet vinden. Het was weer heel paniekkeurig thuis. Maar goed. Ik heb ook verder geen brood bij vandaag. Ik heb een nieuwe brooddoos bij. Zonder brood. Daarentegen wel. Met een hele bak vol druiven. En chocoladerozijnen. Ik dacht, het is gewoon lekker. Ik neem het gewoon mee. En ik heb Chantal de trui bij me. Zo koud. Naar Chantal en dan naar school. Yo! We zijn op school! Ik ga zo nog even loodjes trekken voor we gaan. Hé, je moet zo met water doen. I know, alles staat overeind. Dat is echt zo irritant. Het blijft continu overeind gaan. Ik heb een paar bewoners die opstaan. Echt, hè? Mijn haar gaat continu overeind. Het is fijn dat het weer kort is, maar het is echt heel vervelend. Maar ook boeien. We zijn op school. Het begint nu al heel lekker, maar niet heus.
Hallo Rianne, wat is er met haar? Ze zegt twee laatste. Ik heb haar gisteren gezien. Twee les, laatste lesuur, dus de verpleegkundige skills van uit. Ja. Daar hebben we kenta 3 en 4 of zo. Volgens mij is dat in het woord. Van verpleegkundige handelingen. Ja, klopt. Ik snap er geen kut meer. Verzorgen, redeneren. Yay! Ik snap er geen kut meer van. Het zal ik had lipgloss mee moeten nemen of zo, want ik heb niks bij me. Godverdomme, heb ik weer zo'n kut dingetje. Ik heb wel mijn laptop meegenomen voor de zin als ze zeggen. Je mag kiezen toch? Ze zeggen je mag kiezen toch? Ga je eerst categoriseren oefenen of ga je die opdracht maken? Ja, klopt. Ja, ik kies liever de opdracht opmaken. Nou, je moet toch volgende week het af hebben. We zijn echt helemaal niks aan het doen. Ik ben niet meer begonnen met deze opdracht. Ik ga echt aan de spoken. Ik ook. Ik vind het echt allemaal gewoon. Bullshit. Echt allemaal. En morgen dan. Les van Nederland. En Ellie. Ja. Hell no. Oh, maar goed, we gaan hier een beetje een goede student uithangen. We gaan les volgen waar we geen zin in hebben. En we zien wel verder. Ik hoop dat het snel kort over 3 is, want dan kunnen we lekker naar de stad. En misschien dat ik ga kijken voor een jurk, maar waarschijnlijk hem toch online ga bestellen. Maar ik wil gewoon even nu eens kijken wat ze daar hebben, als ze überhaupt iets hebben. En zo niet. Gewoon kijken en dan vervolgens alsnog online gaan bestellen. Ik ging zoeken, waar een paar leuke en zo. En hoeveel dagen moet je wachten? Lang. Ja, echt hè. Toch. Ja, ik wil wel die Converse gaan halen die ik vorige week heb gezien. Ja. Maar goed, hopelijk hebben ze nog. Er zat er nog één in mijn maat. Dus. Ja, maar ik vind het de docenten zijn nog steeds. Is, zodat ik het kan passen. Echt, als moet je weer terugsturen. Ja, gelukkig heb ik een nijmachine. Nijmachine. Doe je gewoon kleine maken of grote maken, maar niet uit. Zijn ze nou? We're ready, hè? Huh? Wat? Are they signed? Yes or no? I don't know. Oké, let's go. Volgende les. Let's go, let's go, let's go. Doei. Dag hoor. Doei. Oké, we gaan nu loodjes trekken. Ze liggen hier. Oké, gaat iedereen eentje pakken? Chantal, pak eentje. Natuska, pak één. Precies, daarom is het net. Opnieuw. Echt? Heb jij eigen? Godverdomme, ik had jou. Oké, kom. Ik wist het, hè? Kom. Ik heb het hier. Oh jee, waar zit het hier? Ik wist het. Opnieuw, klinkt het nu. Ik wist het, hè? Nou! Kunnen we? Ja? Is iedereen normaal? Klaar? Ja. Okay. We hebben de namen. Opnieuw. Nee. Echt? Nee. Oh. Goed mensen, mijn haar zat nog steeds heel erg leuk en vrolijk overeind. Maar daarentegen zijn we net naar de Burger King geweest. Ik heb nog wat over, wat chili cheese balls. Zit in Natuska de tas, want ik wil niet dat mijn tas gaat stinken en het past hier niet eens meer in. Dus ja. Succes, je moet morgen met Ellie in gesprek. Wie? Jij. Waarom? Bij de Kim. Waarom? Wat heb ik nou weer gedaan? Meen je die? Beste studenten. Morgen heb ik een afspraak met alle klassenvertegenwoordigers van 10 tot 10:30. Ik wil heel graag vandaag en morgen nog met een aantal studenten in gesprek. Maar voor de studenten met wie ik niet in gesprek ga, wil ik adviseren om werk mee te nemen om te gaan doen morgen. Van 10 tot 10:30. Ik weet het niet, maar heeft iedereen al alle LOB... opdrachten al klaar uit het werkboek. Ik wil in ieder geval morgen in gesprek met beide Kims. 1 Kim om 9:30 en andere Kim om 9:45. Ellie. Waarom? Wat heb ik nou?
Sorry hoor. Oh my god. Burger is weer aan het zakken. Wat heb ik gedaan dan? Moet je aan Nelly vragen? Hé. Hey. Maak je niet druk, man. Ik word gelijk nerveus hier. Wat gaat ze doen? Mijn opleiding stoppen? Oh, nee, in huis. Wat gaan we met die wat gaan we bij Rianne doen? Want daar begrijp ik er geen probleem. Ik heb 2 uur les en daarna zijn we vrij. Nou ja, ga ik naar het centrum. Ik zie niks meer, mijn hele bril beslaat. Kijk, hier is het einde van de metro. Hij hangt er nog steeds. Kijk! Jee, de diamant hangt er nog. Yeah. Toch nog op beeld. Jee. We zijn in de stad. Met de kerstboom. Jongens, de kerstboom staat er. Dat stond er vorige week nog niet. Zo leuk. Ik ga eerst, echt? Ja? Ik ga eerst naar de Hudson's Bay. Hé, de rust is beter aan de andere kant. Zie je naast aan de andere kant? Nee. Welke kant weer? Waar zit de Hudson's Bay? Hier toch? Weet ik veel. Is er nee. Het zit aan deze kant. Ah, nee! Ik weet nog de weg niet hier. Maar goed, de kerstboom. Aan deze kant is dat dus. Ja, dat is waar. Nee, ik ga echt nooit meer naar de lijnbaan hoor. Gedoe altijd. Maar goed, we gaan net weer in de hoop dat ze de Converse nog hebben. En Chantal wil kijken voor fans. Oh, dit is zo chill. Vroeg uit zijn we dan lekker naar de stad met z'n drietjes. Zo gezellig. Tering duur. Gucci en al die shit. Echt erg. Let's go, Hudson's Bay. Ik ben dus meest tegen de dorp naar Tuska. Ja? Had ik 4 pak tussen. Goed, we lopen inmiddels de Hudson's Bay uit. We zijn geslaagd, Chantal, voor een paar hele coole Nikes. Met het Nike logo in allerlei kleurtjes. En ik voor een paar witte met zwarte Converse. De leren hadden ze wel, maar die waren nu in één keer duurder als ze vorige week waren. Volgens mij veranderen ze al die prijzen ook. Vond ik heel jammer. Maar ik heb daarentegen nu wel weer witte. Even. Halve. Converse. En dat is voor mij echt 5 of 6 jaar geleden Converse had. Dat is wel leuk. We gaan nu even naar de Forever 21. Ik haat deze trappen echt. Dat is echt vreselijk. Maar ja. Op naar de Forever 21. Daar is daarentegen alles afgeprijsd. Dus let's go shopping. Goed, we komen inmiddels uit de CNA en ik moet zeggen, Chantal is geslaagd. Moet weer naar ik, nee, daar schat. Ik ben geslaagd. Oh wacht, we kunnen daar ook met de roltrap. Ik ben geslaagd, ik heb een jurkje en een jumpsuit. Ik heb trouwens niet eens iets gefilmd, hoe erg. Chantal heeft ook dezelfde jumpsuit als die ik heb. We gaan hem niet op hetzelfde moment dragen. Maar ja, het is nightlife jongens. Super gezellig. Alle lampjes gaan aan. Wij gaan nu... onderweg naar de Starbucks om nog eventjes leuk af te sluiten. De kopje koffie. En daarna dan gaan we ook weer lekker ons richting naar huis. Ik neem alles mee, ook een deel van Chantal. En morgen neemt zij de rest weer mee. Ja, shoppen kost wel energie. Maar goed, en veel geld overigens. Welke gaat er naar beneden? Deze gaat er naar beneden. Oké, 1, 2, 3. En we staan op de roltrap. Yay! Goed, we zijn inmiddels op Rotterdam Centraal. Het wordt gewoon een schemerig buiten, dat ben ik helemaal niet gewend. Normaal ben ik met schemer gewoon thuis. Maar nu niet, maar goed. We lopen even gezellig naar de Starbucks met de o zo leuke gezellige rode borden, want het is kerst. Tijd voor een kopje koffie. Of een kopje chocolademelk of waar iedereen zin in heeft en ik trakteer. We zitten echt in een overvolle metro. Maar... Chantal, de Starbucks, ik ook. Ik heb de andere kop dan ik vorige keer had. Zo blij. En we hebben een hard plastic rode beker. En Tuska heeft ook Starbucks. Ze heet Kim vandaag. Chantal heet ook Kim vandaag. We hebben allemaal Kim.
Leuk, hè? We weten allemaal Kim. Goed, ik ben nu wel thuis. Ik leef mijn lamp aan en ik ben ondertussen mijn tas aan het uitzoeken. Ik heb vandaag echt alles meegenomen. En nu denk ik echt bij mijn eigen, ik heb niks ervan gebruikt, dus ik laat het gewoon lekker thuis. Het enige wat ik morgen meeneem is mijn laptop. Ik doe nog een papiertje, ik weet niet wat dit is. Maar het is die opdracht. Ik heb morgen gewoon mijn agenda mee. En mijn laptop. En een klein schriftje, dat ik even ergens vandaan moet toveren, want ik heb geen kleine schriftjes meer. Maar goed jongens, ik heb nog steeds mijn Converse schoenen aan. Ik wil ze niet uitdoen, ze lopen te lekker. Ik leg dit even op de stapel neer hier. En dan moet ik nog even gaan kijken voor een schriftje. Ik hoop dat het hier in de kast ligt. En zo niet. Dan moet ik het even anders op gaan lossen meteen. Oh, dit is geen klein schrift, dit is een groot schrift. Maar die kan ik ook wel gebruiken voor school. Maakt me niet uit, als ik maar iets heb. Ik draai jullie weer een stukje deze kant op. Dus die gaat gewoon lekker in mijn tas. Ik heb nou niet echt heel veel zin en behoefte om mijn hele tas in en uit te gaan pakken. Terwijl ik morgen toch vrij weinig gebruik. Ik had nog een sleutelbos, die ligt nu waarschijnlijk op de tafel beneden, denk ik het. Mijn portemonnee terug in mijn tas. En mijn tassie aan de kant zetten. Want ik heb dus alles gewoon nu in mijn tas. Ik heb mijn tas eigenlijk altijd mijn voeten in staan. Misschien wel een leuk feitje om te vertellen. Ik heb trouwens vandaag ook deze pyjama rompen gekocht bij de Forever 21. Dat was 50% afgeprijsd, dus ik betaalde er uiteindelijk maar 7 euro voor. Dus ik ga hem zo even passen. Ik heb hem alleen in maatje ML gehaald. Dus ik hoop dat hij past. Dus ik ga me nu even lekker omkleden. Ik ga mijn vest nog even in de kast. Die moet in de was. En deze ga ik even in de kast hangen. Ik ben aan het drinken uit mijn rode Starbucks mok. Super chill. Ik gooi alleen net mijn halve drink over mijn schoot. En ik wilde deze broek morgen weer aan. Dus ik gooi hem zo in de was. En ik hoop dat hij morgenochtend een beetje droog is. Dan kan ik hem morgenochtend weer aan. En ik heb mijn outfit al klaargehangen, want ik wil morgen deze How You Doing Friends trui aantrekken. Chantal heeft dezelfde. Superleuk. Ik vind het echt een hele leuke trui. Ik ben echt heel erg weg van Friends de laatste tijd. Maar goed, ik ga alle labels en kaartjes hier afhalen. Dan ga ik hem aantrekken en passen. En misschien niet filmen, want het is misschien too much. Maar even kijken hoe het zit. Goed, ik heb hem aan en ik ga het niet al too much show, maar het valt echt wel mee. Ik vind hem wel heel cute. Het is gewoon echt een soort pakachtig iets. Ik ben er wel blij mee. Ik vind hem wel heel cute. I love it. Alleen hij is heel erg hoog. Dus wat ik wel merk, is dat dan mijn ondergoed eruit komt. Maar het is echt, hij is net even iets te groot, merk ik. Dus het zit allemaal niet hoe het moet zitten. Maar goed, het is om te slapen, dus hoe cares. Ik vind het wel lekker warm zitten. Het is lekker zacht aan de binnenkant. Ik ben er helemaal blij mee. Maar goed, ik ga nog even wat medicijnen innemen. Make-upje eraf halen. Ik heb pijn in mijn buik. Of buik en rug. Niet mijn buik, mijn rug. Ik weet niet eens het verschil tussen een buik en een rug. Afijn. Even mijn dekbed los trekken. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik toch best wel een beetje moe ben. Dus ik ga heel even chillen. Misschien even een YouTube video kijken of zo. Het ligt wel lekker in dit ding. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb niet echt het gevoel alsof ik heel veel aan heb. En ik heb het vaak 's nachts heel erg warm. Dus dit is echt perfect voor mij. Ik vind het heerlijk. Goed, ik ga nog even mijn telefoon. Ik heb trouwens mijn Brooklyn hoesje weer omgedaan. Puur omdat ik het gewoon echt top vind. Dus ja, we gaan even rondkijken op de social media. En dan mijn make-upje eraf halen. En lekker naar mijn bed toe. Het is pas 8:10, dus het is nog best heel vroeg.
Maar ik heb gewoon heel even zin om te relaxen. En ja. Een beetje bij te komen van vandaag. Want het was me wel weer een dagje. Goedemorgen allemaal. Het is inmiddels vrijdag. Ik was al om 4:30 wakker. Gewoon dat kan. Ik werd uit mijn eigen wakker en ik kon niet meer slapen. Dus dat was heel vervelend. Ik ben aangekleed. Ik heb mijn, zoals ik gisteren al zei, mijn How Are You Doing trui aan van Friends. Zwarte broek en mijn witte Converse. Mijn voeten doen er nog steeds zeer in, omdat ik ze denk ik gewoon even goed uit moet lopen. Dus ja, en mijn hielen doen een beetje zeer, omdat ik moet wennen aan het stof wat hier achter zit. Ik ben niet gewend dat er zo'n harde stof zit. Bij de Vans is dat heel zacht. Ik neem vandaag mijn appelkruimeltaartje mee. Die had ik eigenlijk gisteren mee willen nemen, maar dat ben ik compleet vergeten. En ik neem mijn mesje mee, dat is misschien wel makkelijk. Ik ben echt gewoon 7 uur pas mijn make-up gaan doen. De rest van de tijd heb ik gewoon echt lekker zitten chillen. Ik neem deze mok mee. Ik ben hier nog steeds zo blij mee. Daar ga ik ook gewoon gelijk even lekker koffie in zetten. Dus ik schuif jullie even een stukje op. Nee, mijn voeten doen nog wel een beetje zeer in die Converse. Maar wie weet, even kijken hoe het gaat. Even een cupje erin. Jullie weer dicht schuiven. Dan even koffie zetten en ik neem er nog een, denk ik. Dus ik ga zo meteen de deur alweer uit. Dus ja, dit is dus zoals ik net al zei, vrijdag. Dit heb ik trouwens aan, misschien even iets duidelijker. Mijn Friends trui, zwarte broek en mijn witte Converse waarin mijn voeten. Ik mag steeds aardig zeer doen, maar goed. Ik ga er niet over klagen. Ik neem mijn chocolade massages ook mee. Ik ga mijn druiven vandaag even lekker thuis. Ik ga wel even pijnstillingen nemen. Want ik heb heel veel hoofdpijn. Tenminste, ik werd vanmorgen wakker met echt ontzettend veel hoofdpijn. Ik was in de pillen gaan leven. En laat ik hier tabletjes mee, nu zijn ze weg. Ik moet eigenlijk nog een flesje drinken meenemen. Maar ik heb niet zo'n zin om nu een flesje drinken uit het schuurtje te pakken. Dus ik ga kijken en hopen dat even mijn mokken of bekers hier nog liggen. Want dan neem ik die gewoon lekker mee. Ik hoop dat hier iets ligt van een beker of zo. Zal ik echt gillen? Hier liggen altijd bekers, dus er moet nu ook gewoon iets liggen. Oh, wacht, hier ligt een beker. Yay! Ga die even omspoelen. Dan ga ik daar een sapje in doen. En dan die meenemen. Kast deur dicht. Zo. Even twee. Wacht even met de volgende, want anders is die heel weer koud. Ik ga even medicijnen innemen. Fles vullen, zelf even gauw wat drinken. Eten en alles heb ik al bij me. En dan ga ik over een half uurtje of een kwartiertje ga ik weg. Iets minder dan een kwartier. Welke kant? Deze kant. Deze. Laat maar verder lopen. Oh, we zijn klaar met school. Ik had net echt in de metro echt een inkakmoment. Het scheelt echt niet veel, ik voel gewoon in slaap. Maar goed. Ik begin blaren te creëren op mijn voeten. Dat is echt zin. Die hielen. Door stomme schoenen. Maar goed, we zijn op zijn plein. Ik ga even kijken voor Kevin, voor Jesse, voor mezelf. Ik had het leuk om voor mezelf ook een paar keer in de zak te gooien. Ja, voor de rest niet zo heel veel. Het is vrij rustig, maar het is toch Black Friday vandaag. Nee, dat is naar volgende week. Ik weet het, jij zit ik begin mij steeds meer te twijfelen. Nee, hier, kijk, winkelcentrum. Nee, 29 november pas. Volgende week. Nou, maar niet uit, ik moet toch mijn schoenen ophalen.
Maar... Die jas. Welke jas? Oh, ga kijken dan. Oh ja, hier. In de Primark. Het is heel druk. En ik dacht dat het Black Friday was vandaag, maar het is volgende week pas. Het is volgende week pas Black Friday. Nou, maakt niet uit. Ik had het al goed. Ja, jij wist het. Ik dacht deze week. Volgende week. Moet ik eens nog over alle volgen. Maar goed, ik ga van Onesie kijken. Oh, wacht. Laat me dat niet vertellen, want straks zit Kevin net. Geslaagd. Voor alles, gelukkig. Ik moet alleen nog even schoenen gaan halen. Maar dat ga ik een beetje last minute doen. Maar wel even naar Tusco en kijken voor de kerstkleiding. Dus ik ben heel benieuwd wat ze gaat uitkiezen. We zitten in de trein. Oeh, ik ben overlicht. Hell no. We zitten in de trein. Het is gewoon de snelste route terug. En ze zitten helemaal ingebouwd. We hebben echt van alles staan. Maar goed, geeft niet. Tusco heeft melk met koffie. Die gooide echt de hele week vol met melk. En suiker. Hell no. Ik heb lekker een ijskoffie. Ik heb best warm. Maar goed, we gaan nu met de metro. De zon gaat daar trouwens onder. Hell yeah. Oh. Mooi man. Wat? Het smaakt naar pumpkin spice, man. Het smaakt een beetje naar pumpkin, ja. I know. Ik heb die ook vaak gingerbread latte. Maar ik heb nu... Oh, ken je zonsondergang daar? Nice. Love it. Maar goed, we gaan in ieder geval terug met de trein. En daarna stappen Natuska en ik over op de metro. En Chantal die gaat al met de andere metro naar huis. Alhoewel, we kunnen op dezelfde. Nee, jawel, we kunnen op dezelfde metro stappen. Waarom moet zij uitstappen dan? Dat gaat niet, hè? Hij gaat niet meer naar Vijfsluis die ik ga pakken. Waarom? Hij moet helemaal richting de hoek. Ik ga hoek van Holland pakken. Dat is de andere kant. Dat is de andere kant. Via binnen. Op. Die gaat bij mij. Ik hoef dan nog 10 minuten naar mijn huis te lopen. Dan ben ik thuis. Anders moet ik nog op de bus wachten. Oh, prima. Maar goed, dan gaan we naar Tusca en ik met de metro naar huis. Ook leuk. Jullie moeten wel gewoon een C hebben. Mm-hmm. Ik wil wel naar huis. Leuk man, je mag ook bij mij blijven. Maar... Gezellig met z'n drieën. Oude Rotterdam. Ik slaap op de vloer. Op de vloer. Oh, de Euromast is daarachter. Op de vloer. Nou, dan pakken we wel gewoon. Oeh, mooi. De luchtbed. En de blijdorp is aan die kant. Wel in de bank. Op de we gaan bank. Remmen. Waarom gaan we remmen? Op de bank zijn met de bus. Moet het nu al uitstappen? Het is maar één halte. I know! Maar hij is niet hier, hij is nog een stukje verder. Mijn blijdorp is een stukje verder, mijn blijdorp is daar. Ik zie de giraffen al staan, ze zwaaien. Oeh, zijn we dood! In de ocean. Gaan we ocean? Leuk. We gaan een stukje ocean. Hey. Dus ja, op naar huis. En dan ga ik jullie even deels laten zien wat ik heb. Want anders dan hebben we een verhaal, hè. Goed, mijn camera is opeens mega overbelicht. Ik heb geen idee hoe dat kan. Hij staat gewoon op een goede setting. Hoe kan dit? Dit is iets beter. Goed, ik ben inmiddels thuis. Ik heb al mijn spullen uitgepakt die ik vandaag heb gekocht. Ik ga het nog niet laten zien, want deels daarvan is een verrassing. Dus dat hou ik voor mezelf. Ik ben omgekleed. Ik heb wat ik wel kan laten zien. Dus ik heb deze pyjama set gekocht. Dit topje. En een broekje. Super leuk. Ik heb het namelijk s'avonds altijd heel erg warm. Dus ik dacht, ik ga gewoon voor iets korts. En dat was heel goedkoop. Dus dat heb ik gehaald. En ik heb een olifant gekocht. Die staat op mijn bed. Ik zag deze liggen en dacht, oh my god. Mijn favoriete dier is natuurlijk een olifant. Kijk maar leuk. Dombo. Met hele grote oren. Hoe leuk. Dus die staat niet zo leuk op mijn bed. Super cute. Maar goed, ik heb vandaag behoorlijk wat meegemaakt. Ik had vandaag ook een gesprek met mijn mentor. Er zijn heel veel dingen tegen me gezegd dat ik dacht, waar komt dit in één keer vandaan? En het was allemaal heel negatief. En het was allemaal niet leuk. En ik heb echt eventjes 3 kwartier in mijn eentje achter in de school
op een bankje gezeten. En ben even bijgekomen, want het zat me allemaal best wel hoog en dat zit me nog. Verder ben ik natuurlijk wel gezellig naar de Zuidplein geweest met Chantal en Natuska. Dat was wel leuk, maar eigenlijk was de rest van de dag voor mij vandaag gewoon heel erg somber en vervelend en naar. Dus ja, ik zit niet echt lekker in mijn vel nu, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb ook eigenlijk niet eens, ik had niet eens zin om nu de camera te pakken, maar ik dacht ik kom toch even eindigen en dan kan ik morgen gewoon aan het werk gaan. Ik heb namelijk heel veel te doen. Mijn mentor wil namelijk dat ik in één keer 4 opdrachten maak. En dat moet maandag af zijn. En dat wil zij, dus dan moet dat maar gebeuren. En ik heb daar niks over te zeggen. En mijn mentor die gaf mij... hoe zeg je dat? Weet ik veel. Maar ze vertelde me dat ik me niet 100% inzet. En dat ik altijd mijn dingen laat afwachten. Dat ik niks doe aan mijn stageopdrachten. Enzovoort, enzovoort. Dat is allemaal niet waar. Waar ze het vandaan heeft, ik heb geen idee. Maar ik vind het... totaal onbeschoft en asociaal van een mentor, dat een mentor je gewoon compleet de grond intrapt als student zijnde. En dan ook nog eens met de opmerking komt van, je gaat het niet halen. Je gaat nooit diplomeren in april. En dat denk ik van, waar ben je het aan te danken? Waar komt dit vandaan? Als je ziet, zit me best hoog. En ik ben best heel erg boos, mogen jullie echt wel weten, de hele dag al. En er zijn er thuis ook nog wat dingen gaande, dus ik zit niet heel erg lekker in mijn vel. Ik ga het weekend proberen om opdrachten af te maken. Het zal waarschijnlijk toch niet lukken, want het is mega veel wat ik moet doen. En ik moet ook nog andere dingen doen. Het is weer even zo'n negatief dieptepuntje in mijn opleiding. En ik moet jullie heel eerlijk zeggen, ik zit nu weer met de gedachte, ik ga er gewoon weer mee kappen. Ik heb die gedachte eerder gehad. Ik stond toen op het puntje van mijn stoel om er echt mee te stoppen. Toen niet gedaan. Maar nu zit dat wel weer in mijn hoofd. Dus wie weet hoe dit gaat lopen. Misschien zet ik door. Misschien geef ik op. Ik ben geen opgever. Maar als je van al zulke dingen wordt beschuldigd, dan moet ik zeggen dat ik er wel aardig klaar mee ben. Zeker als ik het hoor vanaf een mentor. Die mij compleet onterecht beschuldigt van dingen. Ja. Goed. Ik ga de vlog afsluiten. Ik ga even naar beneden. Ik heb ook niks gegeten. Het is 7:00 nu. En ik ben thuisgekomen. Ik ben eigenlijk gelijk naar boven gegaan. Ik ben in mijn bed gaan liggen. En ik lig de hele tijd muziek te luisteren. Ik heb niet gegeten. Ik hoef niks te eten. Ik overleef het wel een avond zonder. Maar ja. Ik had verwacht dat het een leuke, gezellige vrijdagavond zou worden. Maar ik lig al vanaf 5:30 in bed. Eerder nog zelfs, volgens mij. Dus ja. Ik bedank jullie even voor het kijken. Voor een deels leuke vlog, een deels iets negatieve vlog. Maar sorry dat ik hem zo moet eindigen. Maar ik wilde jullie toch even mededelen. Ik wil het weekend gaan vloggen. Dat ga ik niet doen. Puur om mezelf tijd te geven voor de opdrachten. Ja. Het is allemaal niet heel erg leuk. Stage en mijn werkbegeleider, daar krijg je hele positieve reacties van. En heb je een mentor die je ziet alleen op school. Die niks hoort, die niks van je ziet hoe je werkt. En die komt dan met zulke opmerkingen. En ja. Kun je niks tegen doen. Kun je niks tegen zeggen. Want ze is je mentor. En je staat er gewoon echt. Zij staat er gewoon boven. En je hebt totaal geen recht van spreken op dat moment. Dus ja. Ik bedank jullie voor het kijken. Ik zie jullie morgen snel weer. Bij een nieuwe video.